Dit is Jules. Jules is tien jaar oud. Hij zit op een leuke kleine school in het centrum. Jules heeft een vorm van autisme en heeft het daardoor niet altijd makkelijk op school. Hij wordt regelmatig in de hoek gezet om even rustig te worden. Hij heeft niet veel vriendjes. Zijn hobby's zijn voetballen, spelletjes spelen op de PlayStation en tekenen. Zijn ouders zijn gescheiden. Jules woont de ene week bij zijn mama en de andere bij zijn papa. Hij heeft twee volle broers en één volle zus, en dan nog vier stiefbroertjes en zusjes. Zijn vader en diens nieuwe vrouw werken allebei als zelfstandigen. Ze hebben een café en een kapsalon. Zijn moeder werkt als nachtverpleegster en haar vriend als kraanwerker. Jules wil later, als hij groot is, graag werken bij de bank. Maar eigenlijk wil hij diepzeeduiker worden om alle vissen die we nog niet kennen te ontdekken. Hij wil later graag trouwen met een mooie man. en dan samen twee kindjes krijgen. en wonen in een grote villa met een tuin met een zwembad. Het liefst zijn er in zijn huis ook een ballenbad. een pretpark met een glijbaan, een sauna, een konijn en een tijger. We vroegen aan econoom Katrien Kesterloot hoe groot de kans is dat Jules' dromen werkelijkheid worden. Zij zei. Klein. Thuissituatie instabiel. Zijn ouders zijn gescheiden. Twee grote gezinnen met veel kinderen, die allemaal aandacht moeten krijgen. Jules moet veel schakelen tussen verschillende situaties en huisregels. Zijn ouders werken hard en onregelmatig en zijn daardoor veel afwezig. Schoolsituatie matig. Goede school, aandacht voor individuele ontwikkeling. Maar vinden het lastig om te gaan met het autisme van Jules. Hij heeft speciale begeleiding nodig. De leerkrachten beschikken echter niet over de juiste kennis en vaardigheden en hebben onvoldoende tijd. Taalvaardigheid: Goed. Jules spreekt goed Nederlands. Achterstand in lezen en schrijven, doordat Jules nooit is voorgelezen en zijn aandachtsboog kort is. Sociaal netwerk: onvoldoende. Geen echte vrienden, omdat hij achterloopt in sociale vaardigheden en daarom weinig aansluiting vindt bij zijn klasgenootjes. Hij voetbalt wel. En heeft een groot gezin. Kan het goed vinden met zijn broertjes en zusjes. Financieel vooruitzicht matig. Ouders zijn financieel draagkrachtig. Maar moeten veel kinderen onderhouden. Daardoor zal Jules in zijn latere leven veel zelf moeten realiseren. De kans dat hij de twaalf weken durende opleiding om beroepsduiker te worden zelf kan betalen is nihil. Kosten 23.500 euro. De kans dat hij een villa kan financieren is nihil. Mocht hij kiezen voor een job bij de bank, dan zal hij wel een hypotheek kunnen krijgen voor een bescheiden koophuis. Afkomst bevorderlijk. Jules is van Nederlandse afkomst net als zijn ouders. Dat is bevorderlijk voor zijn kansen op de arbeidsmarkt. Autisme-spectrumstoornis kan van grote invloed zijn. Slechts 28% van de mensen met autisme hebben een regulier betaalde baan. Meest voorkomende sectoren: ICT, overheid, wetenschap en onderwijs. 55% van alle volwassenen met autisme geven aan te weinig sociale contacten en hechte vriendschappen te hebben. Slechts 43% van de mensen met autisme krijgen passende zorg. Mensen met autisme hebben een verhoogde kans op een burn-out. Of een depressie. Competenties verlagen zijn kansen. Bij de duikopleiding staan sociale vaardigheden hoog in de competentielijst. Duiken is teamwork. Jules zal goed moeten kunnen samenwerken. Dat is met autisme erg moeilijk. Ook moet je veel prikkels kunnen verwerken, zowel als beroepsduiker en als bankier. Als beroepsduiker werk je meestal als zelfstandig ondernemer. Het is belangrijk om zelf werk te kunnen genereren. Hiervoor is het handig om te kunnen netwerken. De kans dat Jules dat kan is heel klein. Opvallende factor: Jules en zijn toekomstige man zullen kinderen adopteren of via een draagmoeder kinderen krijgen. De kosten van een adoptie lopen per kind op tot zo'n 40.000 euro. Een homostel mag volgens de Nederlandse wet wel kinderen adopteren. Het land van herkomst van het kindje moet dit echter ook goedkeuren en in de praktijk gebeurt dit helaas nog altijd zelden. Een adoptietraject kost heel veel tijd en emotionele stabiliteit. Wat zit er in zijn broodrommel? Een wit bolletje met pindakaas en een sultanakoek.